als ik een liedje zou moeten maken over hoe ik mijn rijbewijs heb gehaald, dan zou die ook zo treurig klinken, denk ik. Als die van Olivia Rodrigo en Driver's License. Ja, je hebt in ieder geval wel nodig met een oude Golf. Anders kom je niet ver. Ja, ik heb al heel lang mijn rijbewijs. Dat is, ja, maar je hebt bij mij was het ook leuk. Ja? Bij mij echt niet. Nee, bij mij is echt één grote hel geweest. Oh. Ja, echt waar. Vier keer. Wat naar. Ja. Jij? Nee, ik één keer. Oh, ja, ik ook. Maar ik had een tussentijdse toets. En ik wist niet dat dat allemaal geldt tijdens je examen. Dat je dat dan afvinkt. Ja. Dus ja, ik ging echt met een glimlach de deur uit. Ik was altijd zo zenuwachtig elke keer. Ah. Oh. Ja. Dan heb je ook nog zo'n zuurpruim naast je. Ja, dat is het hele ding inderdaad. Ja. Goed, we gaan naar nieuwe dingen toe. Muzikale verwijzingen naar het nieuws van de afgelopen week. Welke link kun jij leggen tussen de fragmenten en de actualiteiten? Dit is de Muzikale Nieuwsquiz. Hoe is het gegaan deze week? Ja, ik denk beter dan vorige week. Ja? Dat denk ik wel, ja. Jij een beetje nieuws gevolgd? Ja, dat zegt genoeg. Een beetje... Beetje matig. Ja. Goed, we gaan toch naar de eerste fragmentenronde. Twee fragmenten en een aanwijzing over welk nieuws van de afgelopen week gaat dit. We beginnen gelijk lekker pittig. De aanwijzing die hierbij hoort is... Zo begon het in de jaren 30 ook. Ik denk dat ik hem weet. Nou, dat is eigenlijk een grapje. Nee, ik weet het niet. Nee? Nee. Nou, je hebt nog even de tijd om erover na te denken. Gaan we eerst naar de tweede fragmentenronde. Over welk nieuws gaat dit? En de aanwijzing die daarbij hoort is... Zijn naam is Evert. Ja, oké. Ik zag een logo, hoor. Oké. Schrijf even op wat je denkt dat het is. En als je niks weet, denk er nog even over na. Want dan gaan we eerst nog naar de laatste fragmentenronde. Over welk nieuws gaan deze fragmenten? Ja, de aanwijzing die hierbij hoort is... De vuile was buiten hangen. Oké. Is het een beetje goed gegaan? Nee. Ja. Nee. Oh, nee, helemaal niet. Gemengde reacties. Ja, maar dat maakt het wel weer spannend. Precies. Laten we heel gauw gaan naar de uitslag van de Muzikale Nieuwsquiz. In de eerste fragmentenronde hoorde je eerst Gewapend Beton met Rita Jeugd. En daarna Rammstein. Met Deutschland. En de aanwijzing was, zo begon het in de jaren 30 ook. Dominique, wat heb jij? Ja, toen ik die aanwijzing hoorde, dacht ik, dit is hem niet. Dus ik dacht eerst, de festivals in Duitsland gaan officieel niet door. Maar dat is hem denk ik niet. Nee, het is geen festival. Daarna heb ik iets gegokt dat de Joden misschien lastiggevallen werden. Nou, niet de Joden. Okay. Heb jij een idee... Nee, ik weet het niet. Nee, helemaal niet. Nee. Was deze week in het nieuws dat Wilders wil moslims grondrechten afnemen. Oh, dat heb ik niet. Dat heb ik niet meegekregen, man. Nee. Erg. Oh, wat is het toch mis met hem? Waar is het bij hem misgegaan? Ik heb het helemaal niet meegekregen. Wow. Deze week werd bekend dat Geert Wilders moskeeën en islamitische scholen wil sluiten en de Koran wil verbieden. Burgers met een dubbele nationaliteit mogen niet langer stemmen of verkozen worden. Hiermee ontzegt hij honderdduizenden mensen een aantal belangrijke grondrechten. Oké. Okay. Hashtag zo rond in de jaren 30 ook. Ik snap het helemaal. Ja, bijzonder. Bijzondere man is het. Ja, bijzonder kut. Door, nou, geen punten dus helaas, maar we gaan snel door naar opgave 2. En daarin hoorde je Kesha met Blow en de Common Linnets met Come After the Storm met de aanwijzing Zijn naam is Evert. Dominique, wat heb jij? Nee, ik heb hier ook opgeschreven geen idee. Nou ja, dan is het niet goed ook. Ja, kijk, ik zat dus te denken aan dat er een storm aan zit te komen die Evert heet.
Nou, ze zitten niet aan te komen, maar die is er al. Die is er al, oké. Okay. Ja. Oh, er is echt een storm. Ja. Daarom waaide het zo vandaag. Zo krijg je zo meteen gewoon Evert in je gezicht. Het is niet al een raam op handen laten staan ergens. Hey, de storm Evert hebben we mee te maken. Oké. Okay. Dat is een puntje van Miguel toch wel? Yes. Maar waarom geeft ze die storm altijd namen? Dan klinkt het heftiger. Oké. Okay. Of zo. Ja. Leuk. Nou, tot slot opgave 3. En daarin hoorde je Michael Jackson met Black or White en Eva Max met Kings and Queens met aanwijzing de vuile was buiten hangen. Had jij het, Dominique? Ja. Vertel. Meghan en Prince Harry, die hebben de vuile was buiten gehangen. Ja, vind ik op zich wel een goede antwoord. Ja. Tuurlijk, is ook nog gebeurd deze Oprah. Week. Ja. Ja. Had jij dus blijkbaar niet. Nee, ik had helemaal niks. Nee. Oh, je had niks. Nee, ik had helemaal niks. Dat nee. is echt het enige wat ik allemaal heb meegekregen. Het ging inderdaad over dat interview wat ze hebben gehouden. En dan voornamelijk om de uitspraak dat het Britse Koningshuis een punt had gemaakt van de huidskleur van de toekomstige baby. Ja. Nou, dat klopt. Ja. Ja. Dat is het begin deze week geweest, hè? Zeker. Dacht ik, ik ben dat helemaal vergeten mee te nemen in deze overwegingen voor de news quiz. Zouden Wilders dus een keer moeten spreken? Vinden ze elkaar wel leuk? Maar eerst gaan we naar het tweede liedje van vanavond. Song 2. Welkom bij de cursus Weekend voor Behimmers. Allereerst duimpje omhoog doen, daarna delen met je vrienden en natuurlijk volgende week weer kijken. Yes.